Hallo man, welkom bij deze nieuwe video. En we zijn vandaag weer in Content Veen. En we zijn in onze mooie Dutchcraft stad. Waar helaas nog steeds hier het virus zit. Bij dit portal. In de vorige video is Best Bitbot hier doorheen gekomen. En hij is een verschrikkelijk monster. Hij ziet een beetje uit als een warden, maar hij is geen warden. Je kunt hier zien dat het virus hier zit. Het virus is nu ook naar Content Veen. En ja... We moeten daar wat tegen gaan doen. Zoals jullie zien, ik heb al een amethyst om mijn hoofd. En ik heb altijd amethysten vast. Ik heb een heleboel die ik uit kan delen. Zodat andere mensen ook veilig kunnen zijn. Maar natuurlijk, als we compleet veilig willen zijn tegen Best Bitbot. Dan moeten we ook onze armor even naar amethyst gaan doen. Ja, ik ga niet deze armor doen, maar mijn tweede setje. En die ga ik even halen. Dus zie ik jullie zo. Oké, we zijn in mijn basis nu, mijn megabasis. En als het goed is, heb ik hier in deze ender chest armor trims liggen. Kijk, hier zo. Boom, boom, boom. En in mijn inventaris heb ik hier een extra setje. Die heb ik gewoon dubbel. En deze ga ik amethyst maken. Deze laat ik gewoon zoals die nu is. Eerst deze armor trim, want het gaat op de helm. Je moet even de goede pakken. Ja, deze. Oh, oké. Bij de helm maakt het niet uit. Deze maken we dan amethyst. En deze ook. De chestplate wordt een eye chestplate. En de broek wordt een snout. En de schoentjes worden weer silence. Oké, ziet er mooi uit. Oké. Een amethyst gehuld, dus dit moet gaan werken tegen Best Bitbot. Er is nu momenteel niemand te zien. Geen Best Bitbot te zien. Dus we kunnen nu gewoon even rustig gewoon in deze stad leven. Ik zie jullie zo wel weer. Ik ga eens even in mijn brievenbus kijken namelijk. En dan zal ik het laten zien als ik een brief heb. Oké, we zijn weer bij de base en ik heb dit gevonden. Dit ziet er helemaal niet goed uit. Het is allemaal virus. Voorstel van het machtige kwaad. Ik heb dit gevonden. Oké, laten we dit gaan lezen. Blijf op afstand. Hallo Joza. Nou, je ziet hier een playerhead. Zoals je weet heb ik het duister vrijgelaten uit jouw paarse kristal. Het was echt een makkie. Toen ik de grote almachtige duisternis vrijliet, nam het mijn lichaam over. En nu ben ik nog sterker geworden dan ik ooit al was. Het heeft me uitgelegd dat amethyst als geneesmiddel kunnen werken tegen het virus dat mij bezit. Maar door mijn nieuwe krachten ben ik bijna immuun geworden tegen amethyst. De grote, almachtige, kwaaddoenende heerser van de duistere kwaad heeft een voorstel voor je. Voor dit voorstel moet je wel naar de plek komen waar je hem ooit hebt verslagen. Niemand mag weten dat je daar naartoe gaat en neem niemand mee. Op die plek zal je meer instructies krijgen over wat zijn plannen zijn met jou. Als je slim bent kom je opdagen, want... Zo niet, dan zal ik naar jouw stad terugkomen en alles en iedereen voor je ogen vernietigen voordat jij aan de beurt bent. De kwaadaardige mutant Best Bitbot. Oh nee. We moeten naar de plek waar ik het grote kwaad ooit al heb verslagen. En als we daar niet naartoe gaan, dan komt Best Bitbot mijn hele stad vernietigen in iedereen die hier woont. Dus we moeten wel... Oké, laten we naar een helikopter gaan. Let's go. Oké, we zijn aangekomen op het paddenstoeleneiland. Dit is de plek waar ik ooit al samen met Lima, Mike en El het kwaad heb verslagen. Zoals je kunt zien, ik heb wel een beetje een klein ongelukje gehad met de helikopter. Deze paddenstoel is nu omgevallen daardoor, maar... We zijn er. Oké, laten we gaan lopen naar de plek waar het allemaal is gebeurd. Dus daar. Oh nee, die particles waren daar eerst niet. Ik denk dat het beginsel is van het kwaad. Oh nee. Oké, maar dit is een hele schroeiplek. En al deze dingen die heeft het kwaad helemaal uit de grond getrokken met zijn magie en zo. Dus het staat hier allemaal nog steeds op de paddenstoeleneiland. Het is echt al heel lang geleden. Maar laten we eens even kijken, want dit ziet er helemaal niet goed uit. Hé, joh. Er valt opeens gewoon een boekje hier zo.
Zeg nou wat. Als je dit leest, heb je naar me geluisterd. Ik, het kwaad dat nu in Pitbot zijn lichaam huist, dacht jou, Jozua, uit voor een duel op deze plek. Leon, Mike en El mag ook meekomen. Ik geef je 2 weken de tijd om je voor te bereiden. Als je wint, dan heb je me uiteraard verslagen, maar als ik win, dan vernietig ik alles op Content Veen. En als je wegrent, dan zal ik ook beginnen Content Veen te vernietigen. Oftewel, het lot ligt in jouw handen. Hopelijk zie ik je dan. Best bot en het kwaad. Oh nee. Dus. Oh nee. Oké. We moeten hem dus gaan. Bevechten het kwaad. Of best bit bot. Op deze plek. Kijk, hier zie je al helemaal particles en zo. Want anders zal die heel Content Veen vernietigen. Gewoon helemaal Content Veen. Alles. Content Veen, helemaal. Dus oftewel, we moeten. Het kwaad gaan verslaan. Ja, ik denk dat hij dan survival gaat aanvallen. Ik weet niet of hij halfgoden wereld aan kan vallen. Ik denk dat hij alleen de aarde, oftewel survival, kan vernietigen. Maar we zullen het zien. We moeten ons voor gaan bereiden, dus laten we snel naar de helikopter gaan. Oké, we zijn weer in onze mooie stad. We gaan nu naar het laboratorium, want ik wil nu nog even gaan kijken naar het... de progressie bij de tijdmachine. Ik zie hier al signs staan. Wat staat er? De tijdmachine wil niet opladen. Misschien werkt hij wel als we amethyst gebruiken. Want dat is een zeer krachtig materiaal. Groet, prof, lieve Mike en El. Oké. Ja, ik denk dat het inderdaad wel impact kan hebben op of deze tijdmachine gaat werken. Want ja, we gebruiken tegenwoordig heel veel amethyst in deze stad. En dat is ook tegen het virus en zo. Maar amethyst is gewoon een heel... krachtig materiaal. Dus er zit een soort van magie in. Dus ik denk dat het gaat werken. Oké, ik heb hier een heleboel amethyst shards. Ga even een blok maken. Oké, moet even voorzichtig doen dat dit niet ontploft. Want dit kan namelijk een grote explosie veroorzaken. Dus we moeten dit heel snel even gaan vervangen. Wacht even, dan doe ik even deze in mijn offhand. Oké, als het goed is. Wordt hij straks gepowered door de amethyst. We moeten hem nog wel even aanzetten. Maar dan hoop ik dat de tijdmachine nu opgeladen wordt. En dan hoop ik dat we kunnen tijdreizen. In de volgende video gaan we kijken of de tijdmachine al opgeladen is. En in de volgende video gaan we ook nog eens de... voorbereidingen treffen om het vreselijke kwaad, oftewel best bitbot, te vernietigen. Om Content Veen te gaan redden in een video die later nog komt. Nou, het is alweer het einde van de video. Like en abonneer. En... doei!